Deelnemers, start vrij. Startvrij, dames en heren, voor de 10e koers herinneringsmonumentprijs. Onder nummer 1, Zwaansdien, Wim Duivenvoorde. De 2, Unexpected Well, Johnny Westerbrink. Nummer 3, Barbara, Wim van der Mespel. De 4, Zuis Oldersson en Willem Brouwer. Nummer 5, Davy Boko, Hugo Langweg junior. De 6, Best Well met Erwin Bot. Nummer 7, Shark Attack en Jan van Nooyeweert. En de 8, Arsenal Hall met Guido Heijlen. Paard achter de auto. ...150 meter. ...100 meter nog. ...30 meter. Start gevallen. Paarden gestart. En het is een mispas in de beginfase voor Zwaansdien. En die loopt alweer. Maar nu wel aan de start van het veld. En Best Well neemt de leiding. Barbara op de tweede plaats. Daarachter Unexpected Well aan de binnenzijde. Zo gaan de paarden dan de bocht door op weg naar de rechte lijn voor de tribune. En aan de buitenzijde komt Davy Boko met grote stappen naar voren. Gaat proberen de leiding overnemen. Slaagt daar bijzonder goed in. Heeft de kop gepakt bij het uitkomen van de bocht. En op de tweede plaats daarachter ligt dan Best Well. Deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Davy Boko de leider, Best Well op de tweede plaats. In derde positie is aan de buitenzijde dan Shark Attack. Dat zijn op dit ogenblik de drie koplopers met op de vierde plaats Barbara in vijf. De stelling aan de binnenzijde aan Expected Well. Aan de buitenzijde daarvan Zuis Oldersson. Dan volgt Zwaansdien en aan de start van het veld Arsenal Hall. In die volgorde gaan de paarden dan de laatste ronde in. En daar krijgen we een nieuwe koploper. Dat is Shark Attack. Maar dat laat langeweg zich niet gebeuren. Want neemt de leiding weer over. Contra-attack van Davy Boko bij het indraaien van de voorlaatste bocht. In de Klingendaalbocht. Davy Boko met een lengtevoorsprong. Shark Attack op de tweede plaats. Dan Best Well aan de buitenzijde Zuis Oldersson. Gevolgd door Barbara. Daarachter komt dan Arsenal Hall met aan de binnenzijde Unexpected Well en laatste is Zwaansdien. En zo zijn we dan aan de overzijde van de baan. Nog altijd Davy Boko, die het tempo bepaalt. Shark Attack tweede. Zuis Oldersson in derde positie. De vierde plaats aan de binnenzijde is voor Best Well. En achter Best Well komt aan de buitenzijde Arsenal Hall. Daarachter is het Barbara. Daarachter volgt dan aan de buitenzijde Zwaansdien. Laatste van het peloton, Unexpected Well. Deelnemers zijn het laantje van Jochems voorbij en gaan de laatste bocht aansturen met Davy Boko als koploper. Davy Boko met een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats is het Zuis Oldersson. Derde, Shark Attack, die ligt aan de reling. Aan de buitenzijde onze Belgische gast Guido Heijlen met Arsenal Hall. Die probeert een positie te verbeteren, maar moet in het buitenste spoor opereren. En dat valt niet mee. Paarden komen de laatste bocht uit en gaan richting laatste rechte lijn. Waar Davy Boko nog altijd leidt en Zuis Oldersson tweede ligt. Davy Boko is de leider. Zuis Oldersson op de tweede plaats. Daarachter dan Shark Attack. Die wordt nu gepasseerd door Best Well. Nummer 7. Galopaan voor Shark Attack nu. En die leidt tot uitschakeling. Davy Boko leidt nog altijd. Zuis Oldersson. Maar daar komt aan de buitenzijde Best Well. Best Well komt heel sterk af. Davy Boko aan de binnenzijde nog altijd de leider voor Best Well. Op de derde plaats erachter Zuis Oldersson. Maar Davy Boko houdt stand en die wint met een lengte of anderhalve voorsprong. Op de tweede plaats erachter Best Well dan Zuis Oldersson. Gevolgd door Barbara. Daarachter is het Unexpected Well met Arsenal Hall. Daarachter volgt dan nog Zwaansdien.